Wacht even, dat is geen goede relatie. Ja, te is nooit goed in niks. Nee. Ja, boeit mij het. Zeg maar het van, oh, ik wilde bloemen voor je halen, maar ik heb het toch niet gedaan. Ja, maar ik kon het niet. Smash or pass. Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Smash or pass. Ik ben vandaag met jou. En ik ben vandaag met Noah. Wij gaan jullie dilemma's, vragen, moeilijkheden gaan wij oplossen. Gaan we hopelijk een beetje lichter maken. En dat doen we door middel van het eventueel te passen. Als het niet kan. Smashen. Als het wel kan. Nou, zal ik beginnen? Meid, kick hem af. Take it up. Take it up, Queen. Oké. Hey meiden, ik ben een transman. En ik merk dat veel meiden mij afwijzen vanwege het feit dat ik transgender ben. Ik ben hetero, by the way. Hebben jullie misschien tips? Groetjes, Liam. Aw, Liam. Ja. Ten eerste, smash slaking. For you. Ja, echt. Smash for you. Wat lief dat je ons die vraag ook stuurt. Ik zou daar zelf echt geen probleem van maken als ik single was. En ik val op een man. Nee, en hij was ooit vroeger geboren als vrouw. Nee, ik vind het super knap. Ik zou daar ook persoonlijk echt geen probleem van maken. Ik zou daar juist alleen maar meer respect voor iemand hebben. Misschien ben je nog jong en hebben jonge meiden nog niet helemaal in hun hoofd van dat ze dat... Misschien, weet ik veel, zijn ze bang dat hun andere vriendinnen daar iets van gaan zeggen of zo. Maar ja, er staat geen leeftijd bij, dus we kunnen dat ook niet. En qua advies zou ik misschien... Weet je, ja, dat klinkt een beetje raar. Ik weet niet hoe oud je bent, dus dat is een beetje moeilijk. Maar je hebt natuurlijk een hele online community met mensen die hier heel open over zijn. Mensen die hier gewoon veel verder in zijn. Ook qua... die daar veel meer begrip hebben voor jouw situatie. Misschien is daar wel een meid waar je het mee klikt en die jou veel beter begrijpt dan misschien zijn dit de meisjes waarmee je in de klas zit of zo. Dat die gewoon... Ja, dat vind ik echt een goeie. Toch? Dat Want die er daar wordt niet nu echt super open over verteld op socials en op alles. Ja. Dus ik weet zeker dat er een match voor jou is. Want dat is voor iedereen. Zeker weten. Toch? Dus gewoon keep on slanking. Slay! Oké, next. Anoniem van 17 zegt... Ik heb een dilemma. Ik weet bijna zeker dat ik aseksueel ben, want ik hou echt niet van fysiek contact met mensen. Ik weet het alleen niet helemaal zeker, aangezien ik nog nooit heb gezoend of iets. Ik word hierdoor belachelijk gemaakt door mijn vrienden. Wat moet ik doen en hoe kom ik hierachter? Oh. Ik denk, is dit een man? Vrouw. Ik weet niet, 17 toch? Ja. Anoniem. Dit vind ik echt wel moeilijk. Genderneutraal. Anyway, ja. Either way blijft het natuurlijk hetzelfde. Ja, moeilijk inderdaad. Heel lastig, want je hebt nog nooit gezoend. Dus ja, kijk, het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar ik zou dat wel eerst proberen voordat je uitsluit dat je aseksueel bent. Want ik snap dat je de behoefte misschien niet hebt, maar misschien over 2 jaar denk je ineens van, oh, ik heb wel zin om te zoenen. Ja. Dus misschien is het de tijd nog niet. Het kan ook later komen. Ja. En als het wel zo is en je hebt echt geen behoefte aan, is dat ook niet erg. Want dat kan ook gewoon. Maar... Ja, 17 is nog niet zo oud. Je hebt mensen die er heel vroeg mee zijn en mensen bij wie het later komt en mensen bij wie het niet komt. En inderdaad, echt wat het ook is, het is allemaal oké. Ik vind het ook zo stom dat ze tegenwoordig allemaal het voorbeeld dat we overal een label op moeten plakken. Het is niet zo dat omdat jij hier niet klaar voor bent, geen behoefte aan hebt of wat dan ook. Dat je aseksueel bent. En dat je ineens allemaal mensen een verklaring daarover schuldig bent. Als dit is hoe jij je nu voelt, dan is dat het. Misschien komt het over een paar jaar, misschien komt het niet. Niet, ja. En dan zien we het wel. Accepteer jezelf daar ook gewoon vooral in. Probeer jezelf niet te dwingen iets te doen wat je niet voelt. Maar sluit ook geen dingen uit voor jezelf. Door jezelf in een hokje te moeten plaatsen. Want dat hoeft helemaal niet. Dus smash, gewoon uitzoeken hoe jij erbij voelt. Period. Period. Oké, Roosanne. Roosanne. Ik heb al 3 jaar een goede relatie. Ik geef altijd meer dan dat ik terugkrijg. Wacht even, dat is geen goede relatie. Ja, dat Wacht, we gaan even. We gaan door. Laatst hadden wij onze anniversary. Ik heb me uitgestoken voor een cadeau. Oh. En hij kwam 2 dagen later met het idee om een wijnproeverij te doen. Huh? We hebben dit alleen nooit gedaan. Oké. Voor mijn verjaardag kreeg ik een nachtje weg, maar dit is ook nooit geboekt. Ik heb het vaker aangekaart, maar ik wil ook niet ondankbaar zijn. Wat kan ik doen? Best, Rosan. Ja, dit vind ik echt vervelend voor je. Het is niet zo dat jouw vriend jou per se onder het geld moet strooien en je elke dag bloemen moet brengen, want misschien kan hij dat niet. Nee. Dus dat is niet wat we bedoelen, maar lege beloftes. Ja, beloof niet iets wat je niet kan. Zeg maar het van, oh, ik wilde bloemen voor je halen, maar ik heb het toch niet gedaan. Ja, maar ik kon het niet. Oké, zeg dan gewoon niks. Zeg maar, dan niks en doe het dan een andere keer, maar dit is niet leuk. Nee. En het is ook natuurlijk niet leuk dat jij je wel heel erg uitsloopt voor hem. En al 3 jaar ook in een relatie, dan... Mm-hmm. Denk ik dat je wel een beetje door hebt van hoe de geldzaken bij elkaar zitten, hoe het gaat met de ander. Ja.
En kijk, een nachtje weg is leuk. Maar liever dat hij bij wijze van spreken een tekening voor je maakt en hem aan je geeft met alle goede bedoelingen. In plaats van een lege belofte om een vakantie naar Spanje te doen. En want dat wil ik niet nakomen. Nee. Nee, dat vind ik echt zonde. En dan als tip. Ja, dat is heel lastig. Want zij zegt ook dat zij veel meer geeft dan wat ze terugkrijgt. Maar als jij zeg maar echt zo'n giftgiver bent, dan zit dat in jou. Dus dan, ja, het klinkt het vervelend, maar dan zou ik juist iemand zoeken die dat accepteert en die dat ook respecteert, dat jij dat allemaal voor hem doet en hij het ook teruggeeft. Ja, en nogmaals, het gaat niet om geld, want wat ik net ook zei, liever dat hij een tekening geeft om het zelf, gaat om effort. Dan een belofte van iets wat gewoon nooit gaat gebeuren. Dat is gewoon echt niet leuk. En je weet ook hoe dus iemand zegt, oh, we gaan wel een keer lunchen voor je verjaardag. Ja. Maar je gaat niet zelf zeggen van, ga je mij nog een keer meenemen? Zeg maar, daar moet iemand zelf mee komen. Dat is gewoon niet netjes om het zo te doen. Dus ik geef dit een pas. En ik zou het wel even aan hem aankaarten van, je hoeft niet allemaal geld aan mij uit te geven. Maar ik vind het wel leuk als je moeite doet en niet met lege shit komt. Want dat is gewoon niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Daar heeft niemand wel aan. Next. Hoi, ik ben Demi van 19. Ik merk dat ik struggle met balans vinden tussen gezond en ongezond eten. Ik zit vast in een alles of niets mentaliteit. Of ik let enorm op mijn eten en eet alleen maar gezond. Of ik eet alleen maar junkfood. Hebben jullie tips? Help a girl out. Demi, wat kut. Ja. Wat vervelend. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin kunnen vinden. Mm-hmm. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat soms ook wel heb. Dat ik de ene week echt denk van oké, nu ga ik supergoed gezond doen. En dat je echt alleen maar gezonde dingen eet. En de volgende week kan ik het niet meer eens volhouden omdat ik gewoon alleen maar zin heb en kipneus en weet ik veel. Ja. Wat mij dan heel erg helpt, op TikTok kijk ik altijd naar recepten. En daar heb je heel veel leuke gezonde, maar ook wat minder gezonde recepten. En dan kan je een beetje een balans zoeken. Tenminste, dat is wat ik nu doe. En ik vind het dan leuk om te koken, dus ik zoek dat een beetje uit. Mm-hmm. Ik weet niet of... Ja, dat zou mijn tip, denk ik, zijn. Om een beetje uit te zoeken wat je leuk vindt en lekker vindt om te eten. Dat je niet elke keer echt van 0 tot 100 gaat. Ja, te is nooit goed in niks. Nee. Alleen maar ongezond eten is niet goed. Helemaal doordraven en gezond eten is ook niet goed. Nee. Wees ook gewoon een beetje lief voor jezelf. En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar inderdaad, wees ook lief voor jezelf door middel van wat No zegt. Ga het misschien gewoon leuk vinden om echt te koken. Of ga het plezier vinden in wel verse ingrediënten vinden. Maar gooi er ook gewoon, bij wijze van spreken, een kilo kaas lekker overheen in de oven. Ja, weet je? Het hoeft niet allemaal of het een of het ander te zijn. Nee, ik ben net terug uit Afrika. Ik heb 3 dagen achter elkaar friet met frikandel gegeten. Ja, lekker. Voel ik me daar beter bij? Nee, maar ik ga ook niet streng gaan op mezelf, zeg maar. Nee. En ik ben nu lekker van een broodje carpaccio aan het genieten. En blijf ook een beetje weg, denk ik, van TikToks en dingen die zeg maar overdreven in what I eat in a day en dan zo van een handje nootjes, want daar wordt gewoon echt niemand dat gelukkig niemand. Van. Dat doet niemand. Ik eet ook gewoon in de ochtend een zakje chips als ik daar zin in heb. Ja, boeit mij het. Maar smash dat je ook bewust van bent dat dit gebeurt. Ja. En dat is altijd de eerste stap in gewoon een handiger pad voor jezelf kiezen. Zeker. Nou, dat was het al, of niet? Ja. Zo snel. Zo snel. Nou jongens, hebben jullie nog een vraag? Een dilemma, een probleem. Een gedachte. Ja, stuur het naar ons. En wie weet, lossen wij hem wel op voor jullie. Kunnen wij een beetje helpen? Ja. Smash. Doei. Doei.